Wat verandert er met de WAB? Er is nog steeds erg veel discussie over CAOs, arbeidscontracten en het ontslagrecht. Het zal dan ook niemand in het vakgebied ontgaan zijn dat onlangs de wet arbeidsmarkt in balans ook wel de WAB is aangenomen. De WAB regelt een aantal zaken op het gebied van flexibele arbeid en het ontslagrecht. Dit is een aantal jaar geleden ook geprobeerd met de Wet Werk en Zekerheid, ook wel de WWZ. Met de komst van de WHB wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt. Dit door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten. Tegelijkertijd wordt ook de ketenbepaling aangepakt. De periode dat iemand via tijdelijke contract in dienst mag zijn zonder in vaste dienst te komen, wordt verruimd van twee tot drie jaar. Een andere belangrijke wijziging is de termijn waarna een transitievergoeding betaald moet worden. Nu is dat als een werknemer minimaal twee jaar in dienst is, maar dit wordt gewoon vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Wilt u op de hoogte blijven op het gebied van HRM en salaris? Bezoek eens onze blogsite via de link in de beschrijving.